Nou, de eerste vondst. Een zak met... Ja, zeg het maar, wat voor bot het is. Geef mij eens één reden waarom je zoiets in het water zou gooien. Ja, ik krijg hier geen lekker gevoel bij, maar ja, dat zeg ik. Ik heb eerder die tas gevonden. Wat is het, een kinderbeentje? Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het. Het zijn wel hele korte beentjes. Jij bent dierenarts geweest. Jij bent dierenverzorger geweest. Ja, wat? Ik denk dat het een bovenbeen is van een... Dit is in ieder geval, zou je zeggen, een kniegewricht. En dit is een heupgewricht. Dus dan moet hij zo? Ja. Dan zou je bijna zeggen een hond. Dus dit is een letterlijk een hondenbot? Ja, dus, ja, je moet hier echt met z'n gevonden. We hebben natuurlijk die kat al gevonden en dan vind je weer zoiets in een tas, weet je wel. Ja, hij ruikt ook heel vies. We zijn nou even verder en uit diezelfde plek komt ook nog een hondenriempje. Dus we beginnen toch een beetje ernstig te twijfelen dat hier een hond in het water gegooid is. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel heel zielig. Best wel heel creepy. Glennie, wat heb je? Dat is een goed teken, hè? Hey. Dit is een goed teken, ja. Lijkt wel een aansteker. Nee, het is wel echt een magazijn. Een magazijn. Een magazijn zijn. Glenn zit alle snoepjes eruit te halen. Ik denk dat de kaart van 90 is, hè? Maar hij is een beetje te lang of zo, lijkt het wel. Staat erop, 34? Oh, 43. 43. Maar... Deze hoort niet bij het magazijn wat jij had. Nee. Nou jongens, zeg het maar. Ik heb deze nog nooit van mijn leven gezien. Ik zal even de stempel aan de onderkant laten zien. Er staat WW Super 375 HNH Mac. Dat brengt er nog een kop uit. Laat maar eventjes in de comments weten wat jullie ervan denken. Toppertjes! Glennie Telly. We zijn ondertussen een beetje verhuisd naar een ander plekje. En het eerste wat ik vind is een bling bling dingetje. Dan heb ik hier ook een tonnetje. Dus alle leuke dingetjes ga ik in het tonnetje gooien. Kijken of we aan het eind van de video een leuk tonnetje vol hebben met leuke dingetjes. Kijk, en soms moet je er echt wat voor over hebben. Je moet gewoon echt er wat voor over hebben. Ze moeten gewoon langs een randje alles eraan doen om erbij te komen. Kan ik gewoon mijn ogen dicht? Jij denkt dat het ons leven maar over rozen gaat? Nou, het is echt gewoon keihard werk hoor, dat magneetvissen. Zwoegen. Zwoegen is het. Hallo Jasja. Hey, hallo Ruben. Hoi. Hallo Ed. Hallo. Hé, hey, wat hadden jullie trouwens een goede podcast gisteren? Leuk hè? Met Dikke Dawn. Ja. Leuk hè? Ja, Dikke Dawn is ook wel leuk. Ja, ze is hartstikke leuk. Ja, dat is ook heel leuk. Kijk, zelfs Ed gaat zich wagen. Ja, waarom niet? Gijsie, wat heb je? Deze? Dikke vette Rolex, jongen. Mooi hè, dat ja, is zo'n oyster in het binnenkantje in zitten. Nice, nice. Hij loopt zelfs nog. Hij tikt. Hetzelfde model als ik heb, alleen ik heb er een bedenk iets meer voor moeten betalen. Hij loopt, ja. Hij rolt. Ja, hij is een automaat. Dus als we gaan schudden, gaat hij harder. Tikke vette Rolex gewoon. Nou, dankjewel, Gijs. Die heb ik nou altijd. Super gaaf. Is toch, ja, toch stoer? Kijk, dan hebben we er zo twee naast elkaar straks. Ze gunnen me eindelijk een keer wat. Ik gun je wat, ja. Ja, nou, zou ik hem nog passen ook? Pisvinger. Ja. Je hebt gewoon de tyfus erin. Hè? Ja, dit vind ik nou niet leuk. Iemand mag best een gun vinden of een pistool. Of, maar je weet dat ik echt een klokjesliefhebber ben. Kan hij nog een maatje groter? Of? Nee, dat kan niet. Hij kan wel kleiner. Kleiner? Ja, dan gaat die naar klein, ja. Nee joh. Vet hè? Zo. We hebben er weer één.
Het lijkt wel op hetzelfde magazijntje. Super vet. Hetzelfde magazijntje als die jij. Die kat, hè, in het magazijn. Oké, en doe. Next, ik ook. Ben je blij? Nou, ik vind het wel vet. Hij stond op mijn plek. Ja, maar jij was zelf weggegaan. Hey, weet je waar deze eigenlijk lag? Naast die Rolex. Ja, want ik had die net die Rolex te pakken. Als die naast de Rolex ligt, dan is het ernaasteken. Ja. Weet je wat het is, jongens? Jullie gaan nu geheid allemaal onder de comments. Jullie gaan nu allemaal onder de comments zeggen van, hey, je moet er met je handen vanaf blijven. Daar hebben jullie gelijk in. Desondanks kan mijn ADHD dat niet toelaten. Geef die beperking maar weer de schuld. Ik heb hem altijd al in mijn handen maar ik heb handschoenen aan en deze ligt er al zo lang. Hier is in ieder geval al geen DNA meer van af te halen. Dit wordt eigenlijk gewoon in een depot gepleurd. En daar houdt het mee op. Hij wordt vernietigd of het wordt in een depot gepleurd, maar er gebeurt niks meer mee verder. Maar we gaan hem wel inleveren. Dat gaan we uiteraard wel doen. Juist, wat heb je? Een Neptunus. Neptunus? In drie delen. In drie delen? Neptunus, dat was toch de god van het water? Oh, man. Nou, dat is weinig van te zien. De god van het water. Ja, de zeepoppen zitten erop. Hey, Badje. Hey. Waarom sta je achter een hek? Ja, omdat ik met mijn vrouw hier ben en ik moet zo meteen weg. Ik denk, ik kom even bij jullie kijken. Dus je gaat niet gooien? Helaas, vandaag niet. Helaas. Krijgen we nog wel een liedje dan? Ja, als ik weg ga. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Erin. Hup, kijk dan. Stip hem erin. Hoeveel kilometer is het nog? Nou, ik vind dat je het nog redelijk knap doet. Ja, je bent er bijna. Ik heb jaren geoefend, hè? Stip hem erin, met Gijs. Wil je ook springen? Weet je wat nou het leuke is? Ik win nooit iets. Maar Mees doe ik ook niet mee. En daar is een reden voor, want ik ben al bevoordeeld genoeg. Dus ik vond het leuk om dat de andere mensen gewoon wat winnen. Maar nou was gisteren de podcast met Dikke Dan. En ik had eigenlijk helemaal niet in de gaten dat het om een prijsvraag ging. Dus ik had gewoon een vraag gesteld aan Dikke Dan. En aan het eind van de podcast vroeg Jascha van Dikker, die had de leukste vraag. En toen ging ik terugkijken, toen zag ik dat ik de leukste vraag gesteld had. Nou, hoe hou je het voor mogelijk? Ja, hoe is het? Dus ik heb de wel begeerde stickers, daar ging het me eigenlijk om. Ik wilde graag deze twee stickers hebben. Dus die heb ik gewonnen. De Gerrit sticker, blik in de wei. Oh, blik uit de wei. En... een coinpad van zoekgroep Zuid-Holland. Hartstikke leuk. Ja, leuk hè? Ik al. Ja, dus die neem ik mee. En coinpad is nooit weg. Precies. En de stickers ook niet, want die wilde ik graag hebben. Dus ik heb een soort wall of fame. Shame. En jij komt naast Jocelyn en Dawn te hangen. Vind je dat een mooi plekje? Ja, hè? Dat is een mooi plekje toch? Dankjewel. Graag gedaan. We stoppen ermee. We zijn er klaar. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een ontzettend leuke video vonden. Zo niet. Nee, jammer dan. Vergeet niet een duimpje achter te laten. Maar vergeet niet vooral te abonneren. Ik zit bijna op de 11.000 subscribers. En dan mag ik 5 cadeaubonnen weggeven van €50 per stuk. En die cadeaubonnen, dat zijn online tickets. Dus je kan online gewoon lekker naar de webshop gaan en online lekker shoppen. Wie wil dat nou niet? Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.